Mijn naam is Arjan Vlaardingenbroek en ik wil u heel graag uitnodigen in een presentatie over Burgernet. Zitten er Burgernet deelnemers al in de zaal? Wauw, dat doet mij goed. In tegenstelling tot andere bijeenkomsten vraag ik u uw telefoon aan te laten, want de mensen die deelnemer zijn kunnen wellicht straks een berichtje ontvangen. Burgernet. Burgernet is een samenwerkingsverband tussen inwoners, mensen die werken in een bepaald gebied, de politie en de gemeente. En waarom hebben we het nu over Burgernet en niet over SMS Alert? Omdat eigenlijk dit de grote broer is. Het is de technische, verbeterde versie van SMS Alert. En het is een actief opsporingssysteem en binnen 1 minuut kunnen we wel naar meerdere deelnemers uitbellen en zelfs wel naar 1000. Wij zeggen altijd, het systeem is dom. U moet het niet verwarren met cellbroadcasting. Het systeem weet niet waar u zich bevindt. U woont in Leidschendam, u werkt in Leidschendam, u bent hier dus aangemeld. U gaat winkelen in Groningen. Er is hier een kindje vermist en terwijl u in Zeewolde op vakantie bent of winkelt waar dan ook, krijgt u een berichtje over incidenten in uw directe woon- of werkomgeving. Er zijn mensen die zeggen, ja, dat is ook vervelend. Ik had liever een berichtje gehad als er een vermist kind was, daar waar ik me op dat moment bevind. Maar dat is niet zo. En dat is in het kader van de privacy. Dus Big Brother is niet watching you. Waar is Burgernet al gestart? U zit wel als gemeente vrij vooraan. Binnen de Haaglanden hebben we het in Delft, in Rijswijk, Pijnakker-Noodorp, Zoetermeer, stadsdelen Zegbroek en Loosduinen. En eind van dit jaar zijn de 9 gemeentes en 19 wijkbureaus allemaal aangesloten op Burgernet. Wat zijn de mogelijkheden? Nou, eigenlijk net zoals bij SMS Alert, dat u bijvoorbeeld een berichtje kunt krijgen na een inbraak of een waarschuwing van pas op, in uw buurt is sprake van zakkenrollers, vermiste volwassenen, kindertjes, maar bijvoorbeeld ook preventieberichten als er medicijnen zijn verloren of we willen u attenderen op bepaalde situaties in uw directe omgeving. Hoe gaan we van start? Iedereen kan zich vanaf nu via burgernet.nl aanmelden. U krijgt daar uiteraard ook bevestiging van, maar het is wel belangrijk dat u alle info, alle vragen die zeg maar daar gesteld worden, ook zorgvuldig invult. U bent dan ook direct deelnemer van Burgernet. Mensen die zich destijds hebben aangemeld als SMS Alert deelnemer, die gaan automatisch over. Maar wij vragen wel of de mensen die dus niet zich via de site van Burgernet hebben aangemeld, hun gegevens te zijner tijd willen aanvullen. Maar daar krijgt u uiteraard nog bericht over. We hebben ook relatiebeheer. Mijn collega Rami is er daar één van. En mochten mensen vragen hebben, dan zijn de relatiebeheerders altijd u van dienst om u te helpen bij uw vragen. Hoeveel deelnemers denkt u dat er op dit moment zijn in deze gemeente? Enig idee? Niemand wil een poging wagen? U kunt er geen prijs mee winnen hoor. 50. 200. Bijna 1800 deelnemers, waarvan er ruim 1600 Burgernet proef. Dus het verschil zijn de SMS Alert deelnemers. En het doet mij echt goed dat deze gemeente vanaf oktober tot nu toe de meeste aanmeldingen heeft. Daar is denk ik de politiedag op 9 oktober en de 112-dag die kort daarvoor is gehouden, die zijn daar ongetwijfeld debet aan. Dus wij zijn heel erg blij dat deze gemeente bovenaan het lijstje staat met de meeste aanmeldingen sinds oktober. Maar er kunnen er natuurlijk nog meer bij. En het is zeker niet zo dat het systeem beter werkt als
we 2.000-3.000 deelnemers hebben. Want we zijn hier natuurlijk met elkaar al beren trots op. Maar het is natuurlijk wel zo, hoe meer mensen deelnemen, hoe groter de kans is dat een van u iets ziet op het moment dat wij een berichtje uitsturen. Dus zeg het voort, zeg het voort. Hoe werkt het? Ik ga u een kort filmpje tonen. Ik heb beperkte spreektijd en daar ga ik mijn uiterste best doen om binnen die tijd te blijven. Maar soms zegt een filmpje meer dan 1.000 woorden. Twee politie. Goedemiddag met Simone. Ja, goedemiddag met Verberde spreekt u. Ik sta op de hoogweg en er is net een vrouw overvallen door twee jongens in een rode scooter. Ja. En een van de jongens die droeg een licht grijze sweater en een zwarte baseballpet. Ze rijden door het winkelcentrum richting de Middenweg. We komen er meteen aan, meneer. Dankjewel. De 1210 HB. Ja, HB, hier de 1210, zegt u het maar. U mag gaan voor een tasjesroof, hete daad. Winkelcentrum Sterrenburg. Twee jongens weg richting de Middenweg. Een van de jongens draagt een lichtgrijze sweater en een zwarte baseballpet. En wij gaan een burgernetactie opstarten. Goedemiddag. Hier volgt een oproep van Burgernet. Wilt u uitkijken naar twee jongens op een rode scooter? Een van de jongens draagt een lichtgrijze sweater en een zwarte baseballpet. Wilt u bij het zien van deze twee jongens telefonisch contact? Nee, maar niet zo. Goedemiddag, hier volgt een oproep van Burgernet. Wilt u uitkijken naar twee jongens op een rode scooter? Een van de jongens draagt een lichtgrijze sweater en een zwarte baseballpet. Wilt u bij het zien van deze twee jongens telefonisch contact opnemen? Goedemiddag. Volgt een oproep van Burgernet. Wilt u uitkijken naar twee jongens op een rode scooter? Een van de jongens draagt een lichtgrijze sweater en een zwarte baseballpet. Wilt u bij het zien van deze twee jongens telefonisch contact opnemen met het nummer 0800 0011. Alvast bedankt voor uw medewerking. Goedemiddag, Burgernet. Goedemiddag, u spreekt met slagerij Pot. Ze reden net voorbij van de Zwartbaan richting de Dorpsstraat. Richting de Dorpsstraat, dank u wel. 1210, HB over. HB de 1210 over. 1210, de getuige heeft gezien dat de twee verdachten op een rode scooter de Zwartbaan zijn opgereden richting de Dorpsstraat over. HB de 1210 is gekeerd en gaat richting de Dorpsstraat over. Waar de Zwartbaan kruist met de Dorpsstraat. We keren nu richting Middenweg. Oké, dank u wel voor uw medewerking. 1210, de verdachten zijn gekeerd op de Zwartbaan. Rijden nu richting de Middenweg over. Goedemiddag, Burgernet. Ja, goedendag. Ik spreek met de heer Smit van de Kerkstraat. De jongens die jullie zoeken, die
Die komen hier net voorbij en ze rijden heel snel. Over de Kerkstraat? Oké, dank u wel. HB over. Ja, HB, hier de 12-10. Volgens getuigen rijden de verdachten met grote vaart over de Kerkstraat. Ja, dat is goed ontvangen. Wij rijden die kant op. HB, de 12-10 gaat met twee aangehouden verdachten richting bureau. 12-10 uit. Voor alle eenheden, de verdachten zijn aangehouden en worden overgebracht naar het bureau. De Burgernet-actie wordt beëindigd en iedereen wordt bedankt voor zijn inzet. Goedemiddag, hier volgt een mededeling van Burgernet. We hebben met totaal 364 mensen uitgekeken. En de verdachten zijn zojuist aangehouden en worden overgebracht. Naar het politiebureau. Bedankt voor uw medewerking en tot de volgende keer. We hebben ze aangehouden hoor. Uiteraard was dit in scène gezet. Hè? En alleen de slager is in het echt ook slager in Utrecht. De rest waren allemaal figuranten en politiecollega's. Maar ik kan u wel verzekeren dat dit in het echt ook zo gebeurt. Natuurlijk is het een utopie om te denken dat elke actie die gestart wordt ook dit mooie eindresultaat heeft. Helaas niet, want we zien ook niet alles. En datgene wat we zien, willen we of kunnen we niet altijd vertellen. Dus stel dat het heel dichtbij komt, kunt u natuurlijk ook altijd het meldmisdaad anoniem bellen. Hè? Een 0800-7000 nummer. Maar we zijn nu zeg maar 2 jaar met Burgernet aan de gang. Want het is als pilot begonnen in Delft. En we hebben daar zeer zeker al hele mooie successen behaald. Niet alleen vermiste kinderen en volwassenen teruggevonden. Maar ook op hete daad overvallers van de supermarkt in Delft. Dus wees gerust. Hoe langer dit werkt, hoe betere resultaten we met elkaar gaan halen. U bedoelt, als wij zeggen, wij zijn op zoek naar een pichel mee dat mutsje, dat wij bang zijn dat deelnemers daar achteraan gaan? Ja. Tot nu toe hebben wij daar gelukkig geen ervaring mee. Wij zeggen ook altijd, wij willen graag gebruik maken van uw ogen en oren. Denk aan uw eigen veiligheid. Politieagent spelen moet u aan ons overlaten. Dat zeggen we. Maar het staat mensen natuurlijk uiteraard vrij om te zeggen, ja, maar ik zie hem lopen, ik ren erachteraan en ik pak hem in zijn kippennek. Ja, dat kunnen wij natuurlijk niet voorkomen. Alleen daar zijn we niet op uit. Dus denk vooral aan je eigen veiligheid. Kijk, je kunt op gepaste afstand ook iemand volgen. En altijd in telefonische verbinding blijven staan met de meldkamer om informatie door te geven. Nee, als u nog het filmpje voor de geest kunt halen, daar werd het 0800-0011 gepromoot.
Dat nummer kunt u alleen maar bellen op het moment dat de actie gaande is. Zodra u de collega hoort zeggen de actie is beëindigd, is dat nummer niet meer bereikbaar. Maar u kunt altijd met informatie of 112 bellen. Dan gaat het om zaken als het nu, heterdaad is. U ziet nu iets, dan belt u 112. En anders kunt u ook altijd via het 0900 nummer bellen. En ook al krijgt u een berichtje van we hebben informatie, we hebben tips binnengekregen. Dat doen we ook om u het gevoel te geven van luister, het heeft wel degelijk zin. Je krijgt een bericht, heb je informatie, dan geef je dat door aan de politie. De politie kan daardoor het onderzoek... kijk eens, het regent belletjes, zeg. U laat weten dat er gereageerd is op het sms'je. Maar we hebben nooit informatie genoeg. Want ook al heb je de verdachte aangehouden, dan nog is informatie van u altijd welkom. Nou, u kunt zich ook afvragen waarom krijgt de een een belletje, iemand aan de telefoon en de ander een sms'je. De mensen die zich ooit hebben aangemeld als voor sms-alert, die krijgen uitsluitend een sms'je. Mensen die zich aangemeld hebben voor Burgernet en aangegeven dat zij spraakberichten willen ontvangen, die kunnen een gesproken welkomstboodschap horen. Dus dat is het verschil. Dan wil ik graag het woord geven aan de heer Houtzager en mijn collega Jan Vlijn. Ja, wat volgens mij hoef ik hier niks meer aan toe te voegen en is belang van, het is eigenlijk in het verlengde van de nieuwjaarsspeech die ik gisteren hield, van wij zijn met z'n allen inwoner van Leidschendam-Voorburg en we zijn dus ook met z'n allen bewaker van de veiligheid in deze gemeente. En dat moeten we dus niet als een exclusieve taak aan de politie overlaten, maar we kunnen daar heel goed bij helpen. Nou, voorbeelden die net geschetst werden, die maken ons dat heel erg duidelijk. En daardoor wil deze gemeente ook graag aan dit initiatief, goede initiatief, meedoen. Ik zal daar ook namens u allen straks een convenant over tekenen. En daarna wilde ik snel overgaan tot het starten van Burgernet in deze gemeente. En wil ik allen oproepen die zich nog niet daarvoor aangemeld hebben, om dat toch snel te doen. Want vele ogen die kunnen veel zien en raadsleden zien altijd extra veel. Merken we soms aan de vragen die wij krijgen. Dat zou voor dit punt natuurlijk ook heel erg goed zijn. Laten we nu gauw tekenen. En dat doe ik met commissaris Vlijm voor geval iemand. Inderdaad het start zijn en achter de schermen is de techniek in gang gezet om zeg maar een welkomstbericht de ether in te sturen. En natuurlijk is het een utopie om te denken als je daarop drukt dan inderdaad de telefoons gaan trillen. Maar, Ik dacht er gaat wat gebeuren. Er komt vanzelf wat. 112 politie, goedemiddag met Simone.